Tom en Jane hebben krap een uurtje samen doorgebracht. Maar het lijkt meer dan genoeg. Als jij nog even praat, ga ik even naar het toilet. Dat is een hele aardige man. Maar dat is het. Wordt het 5 dagen? Je zou denken, dit is wel duidelijk. Maar nee hoor. Je hebt niet gezegd dat je morgen thuis kwam? Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Dat was je ook niet van plan, toch? Hè? Sven weet gelukkig wel hoe hij zijn date Ilse moet versieren. Ik heb nog een paar mooie bloemen voor je meegenomen. Wat lief, dankjewel. Ja, ik denk, je bouwt alleen maar zo mooi ben. Oh, maar dat zit wel goed. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Maar wat was waar jij op hoopte? Wat was de ideale man die daar door die deur had moeten komen? Ik vind niet zo iemand leuk of zo. Nee? Nee. Ik ben heel vaak op zoek naar de eerste keer dat ik denk, wauw. Die heb je heel zelden. Wauw, ik had dat vanmiddag wel even. Echt? Ja, oh, vind ik echt lief. Ja hoor. Ik weet niet of ik de wauw had. Ik dacht, oh, hij is wel leuk. Oh, ik vind het wel lief dat je dat zegt. Nou, ja, ik zag dat mooie witte jurkje en mooie blonde haren. Ik denk van nou, die vind ik wel leuk. Ga ik boven slapen of ga jij boven slapen? Wat je je prettig bij voelt. Ik kan gewoon op de bank slapen hoor. Dus, ja? Ja, vind je dat niet erg? Nee. Serieus? Nee. Nou, we drinken het op en dan gaan we even kijken of dan gaan we even kijken, een beetje opzoeken. Wil je apart slapen of samen? Als het aan mij ligt, slaap ik hier vanavond. Oké. Maar hoe vond je het zo, de eerste dag? Ik vond het echt leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Gelukkig. Ik vind het heel leuk om jou te ontmoeten. Ik weet het nog niet. Maar we kunnen gewoon kletsen. Dat kunnen we tot nu toe heel goed. En lachen. En ik hoop echt dat er nog wat meer in zit. Ja, ik hoop. Ja, weet je dat? Ik weet dat nooit zo snel. Nee, dat heeft wel tijd nodig. Dat wel snel? Nou, met sommige mensen niet. Met jou voel ik wel wat meer. Ik voel wat meer, want ik klik gewoon omdat ik lekker mezelf kan zijn. En ook gewoon hoe jij bent. Ik vind jou gewoon heel prettig. Ik heb ergens ook dat ik me ergens wel tot je achterop voel. En ergens weet ik het nog niet, weet je wel. Dat is echt heel... Ja, weet niet. Ik vind het gewoon ergens wel. Lastig. Het is ook lastig. Het is lastig. Er ligt iets uit te ballen. Hé, hey, ik ga lekker naar boven toe. Wat rustig. Hey, kom hier. Dat is gezellig met je. Ja. Dat is gezellig, toch? Ja. Ja. Hé, hey, wat rustig. Doei. Plaatjes. Lekker ontbijtje, lekker zonnetje. Maar de waarheid is minder rooskleurig. Jane speelt vooral mooi weer. Even over vannacht. Ja. Hoe voelde dat voor jou? Ja, wel fijn. Ik had zelf meer dat ik dacht, ik moet gewoon even die connectie, die aanraking om te kijken wat het doet bij mij, weet je wel. En bij jou? Ik kreeg wel een gevoel van geluk van. Oh, dat is wel fijn. Kijk, mijn vlammetje is wel aan, maar hij is nog niet... Het is nog niet maximaal. Nee. Ton voelt aan zijn water dat er iets niet helemaal lekker gaat. Maar wat het is, is hem nog niet duidelijk. En tot nu toe heeft Jane er bar weinig over losgelaten. Dus misschien kan hij in de hot tub wat meer informatie losweken. Wat verwacht jij eigenlijk van de juiste partner? Nou, sowieso, weet je. Ik val natuurlijk wel op een bepaalde type. En ja, je bent niet echt mijn type. Nee. Maar wat verwacht jij dan? Zou je op mij verliefd kunnen raken?
Ik zal wel op je gevallen zijn, op het uiterlijke zelf, want prima, je bent een mooie verzorgde vrouw. Ja, ik ben zelf wel sportief, ga vaak fietsen en ja, ik ga graag wandelen. Ik geloof niet direct dat het er bij jou in zal zitten. Nee, ik ben niet het type om te zeggen ik ga sporten of wandelen. Nee. Lekker in het zonnetje, mijn wijntje, lekker etentje, ja. Ik heb geen spijt van, dat ik je heb leren kennen. Nee. Ja, joh. Ilse heeft haar geheime wapens uit de kast getrokken. Op elkaar schieten met waterpistolen is namelijk niet alleen verkoelend, maar ook verhelderend. Want een echte vent spuit zijn date natuurlijk niet helemaal onder. Je duikt wel lekker weg, hè? Vol in je bakken. Dit was wel echt leuk, hè? Ja, toch? Mijn make-up zit zeker helemaal onder mijn ogen. Valt mee. Ja. Je ziet er nog steeds hartstikke goed uit. Je niet te vaak zeggen, hoor. Dan wordt het er gewoon. Maar? Ik vind het wel interessant wat je zegt. Je zegt niet te vaak zeggen, want dan wordt het er gewoon. Ik vind complimentjes geven leuk. Ten slotte, ik weet hoe ik zelf ben. Ik vind een complimentje ontvangen vind ik ook wel leuk. Maar... Ik heb dat juist niet. Ik vind vaak, als je een compliment krijgt, dan heb ik ook meer een drukkend gevoel van ik moet een compliment teruggeven. Nee. Nou goed, Jane. Ja. Het was er niet. Het was er niet. Het was een hele leuke ervaring, maar helaas, de liefde zit er niet in. Nee, maar wel vriendschap. En bood. Toch? Pas gezellig. Ja. Dus, nou. Zo. Nee. Doei. Doei. Jane was er al vrij snel uit. Ton is niet haar type en meer dan dit zit er voor haar niet in. Ton weet zeker dat er een vrouw is die het wel oprecht leuk vindt om een dag en misschien wel langer met hem door te brengen. Dus als jij interesse hebt in deze actieve vrijgezel, spring dan niet meteen op je fiets, maar geef je wel snel op. Nee, maar we zitten hier nu 24 uur. Wat denk je? Wat voel je? Wat wil je? Wat ik voel? Laten we even beginnen met wat ik zie. Ik zie voor mij een hele, hele leuke, mooie vrouw. Mm-hmm. Je hebt een prachtig gezicht, prachtig lichaam en je kleed je leuk. Dank je wel. Dat vind ik heel leuk om te zien. Mm-hmm. Dus ja, de lichamelijke aantrekking is zeer zeker daar. Daarnaast kan ik ook heel erg lekker met je levelen. Ik heb echt het gevoel dat ik mijzelf heel erg lekker kan uiten over alles wat ik maar wil. Ja, je bent gewoon een heel lief mens. Dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, wat mij betreft gaan we hier zeer zeker nog lekker mee door. Hoe sta jij erin? Ja, weet je, ik vind jou, zoals ik zei toen je binnenkwam, dacht ik, oh, die is echt een leuke jongen. En dat denk ik nog steeds, echt waar. Ik hou wel van romantiek. En voor mij is het gewoon heel erg uitzoeken of dat gaat lukken, of dat ons gaat lukken. Ja. Want het ligt niet alleen bij jou, het ligt bij mij ook. Oké, ja. Nee, ik denk dat ook wijs is voor ons beiden. Inderdaad, wat meer die romantiek opzoeken. Ja. Ik denk dat belangrijk is. Ik vind dat ook wel lastig, want dat knuffelen vond ik echt heel fijn. Ja. Maar dan ben ik ook gelijk bang dat ik jou gelijk al een verkeerde indruk geven of zo, weet je wel. Dat... Je mist nog even die romantiek. Ja, die vlam moet gewoon groter worden. Misschien lukt het, misschien lukt het niet. Maar ik wil dat zeker nog wel uitzoeken. Ja, dat wil ik zeker ook wel uitzoeken. Rob heeft besloten om maar eens flink uit te pakken voor deze date. De kunstenaar uit Hilversum redt zich prima in zijn uppie. Maar na 4 jaar in de singleslingers is het tijd voor een ander feest. Het alleen zijn is op een gegeven moment wordt een beetje eentonig. Het werd tijd dat ik mijn leven ging omgooien. Ik vond dat ik te lang alleen was. En ik wil gewoon een nieuwe start maken. Ja, op mijn 55 is toch mooi. Wow, wat is dit gaaf. Ik vind een ideale vrouw. Je moet met beide benen op de grond staan en moet weten wat humor is. Je mag bij mij echt die emmer water op de deur zetten. Schatje, kom eens. Ja, echt wel. Echt wel, dan kan je mij opvegen. Nou, we gaan met beginnen. Kostuur, ja, dik of dun, wat kan mij dat schelen. Maar ja, het kopje, de ogen en die lach, ja, dat zegt toch voor mij heel veel. Oh, die ook. Ik heb zelf nog een kinderwens. Maar als de vrouw op leeftijd is en geen kinderwens meer heeft... Nee, dat is totaal geen probleem. Want dan kan je je aandacht en je interesses en je liefde... Ja, kan je ergens anders voor bewaren. Nou, ik denk deze zo'n beetje. Maar de
Het wordt een leuke speurtocht zo. Met hopelijk de perfecte match op het eind. Want Leone is al een tijdje aan het zoeken. En met een tijdje bedoelen we... Nou, vertel het zelf maar. Op dit moment ben ik single. Ik kan heel dramatisch vertellen dat het misschien wel een jaar of 24 is. Oh, ja. Ik blijf erin geloven dat de liefde voor mij bestemd is. En ik blijf erin geloven dat er ook voor mij iemand rondloopt. Ik blijf ook het zien, het visualiseren of whatever, dat hij en ik elkaar gaan tegenkomen. En dat hij dan ook zoiets heeft van, jeetje, waar was je mijn hele leven? Hè? Ik blijf dat gewoon geloven. Ja, de ideale man, dat is een Bruce Willis Chippendale. Maar ja, die hebben we niet. Seks is staat helemaal bovenaan mijn lijstje. Absoluut. Dat vind ik het allerbelangrijkste in een relatie. Oh jee. Goedemiddag. Oh my god. Nou. Oh, wat een geinig koppie. Joehoe. Gaan we een spoorzoekertje doen. Hallo. Laatste foto is hier, hoor. Oh, die is de echte foto. Ja. Hi. Hi, kom verder. Ik ben Leone. Ik ben Rob. En we hebben een test gedaan, hè? Ja, goed. Ja, nou, dus we mogen zo doen, hè? We mogen knuffelen. Hoi. Hey, welkom. Dankjewel. Oh, dat is een mooi welkom. Er zitten 5 witte in. 5? Oh. Ja, 5 witte in. Van 5 dus, dagen. Ja, dus het zou leuk zijn als ik morgenochtend voor jou een witte krijg. Okay. En het is nog leuker als ik overmorgen ook een witte krijg. Dus okay. We zien wel hoeveel witten ik krijg van je. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Oh ja, dus je nee. Ja, ik weet niet hoe je slaapt, maar dit is je slaaphemd. Die krijg je van mij, die heb ik laten maken. Oh, nou, dan had je toch wel een smaller meisje verwacht. Sven ziet het helemaal zitten met Ilse. Maar zij komt niet veel verder dan een voorzichtig vlammetje. Nou kan hij natuurlijk zelf nog 24 uur gaan blazen om de fik erin te krijgen. Maar hopelijk gaat het sneller als zijn maatje Jeffrey een handje helpt. En voor de zekerheid belt hij ook nog even met beste vriendin Arlette voor wat vrouwelijke feedback. Hij kwam binnenlopen. Wat ik dacht. Een eerste indruk is echt belangrijk. Ik zou je eerlijk zeggen, ik dacht, ja, leuk gozer. Mm-hmm. Maar ik weet niet of er meer in zit. Nou, dat kan. Ik ben er nu steeds veel meer aan nadenken. Mm-hmm. Hoe en wat, en ik weet het niet. Ja, misschien weet ik het wel. Hallo Arlette. Ik heb jou even als hulplijntje nodig. En zeker als vrouw ga jij mij hopelijk goed kunnen helpen. Ik heb eigenlijk het gevoel, ja, je kan ook misschien te veel doen. Misschien overwelm je haar wel gewoon met alles wat je doet. In principe is het zo, hoe langer je met elkaar bent, hoe groter de kans natuurlijk dat iets komt. Maar je kan het ook niet... Hoe zeg je dat? Je kan het niet forceren. Nee. Ja, ik zou wat tijd geven en wat meer met elkaar romantische activiteiten wel doen, dat het wel niet op een vriendschapniveau blijft. Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Ik denk dat ik de ladder verder niet op ga. Zou je het fijn vinden als hij zelf de ladder een stukje afkomt? Nee, dat denk ik niet dat het uitmaakt. En nu heb ik er een nacht over geslapen en dan denk ik, ja, dan word ik wakker. En dan heb je een gevoel als je wakker wordt, dan denk ik, ja, het is er nog steeds niet. Nee, maar dat... En ik merk nu dat ik wat meer afstand... weer fysiek creëren, weet je wel. Dat als hij dichterbij komt, dan denk ik, oh. Ja? Ja. Oké. Okay. Voor vanavond heb ik een heerlijke massage gepland staan. Ja. Oh, nee, kijk, dat is wel heel positief. Dat is heel positief. Dat helpt wel inderdaad. Dan kan zij ook meer kijken van, oké, als je een romantische activiteit hebt, of er blinders komen of niet. Nou ja, dus ik hoop dat ze verlengt, zodat ik dus vanavond in ieder geval dat plan kan uitvoeren. Nee, ik wens je echt heel veel plezier. Dank je wel. Ik voel het niet. Nee. En ja, dan moet ik vandaag een knoop doorhakken die heel lastig is. En heb ik dat nu wel tegen jou al gezegd en niet tegen hem, dan vind ik dat lastig. Want jij weet nu mijn keuze eigenlijk al. Ja, je bent er vrij duidelijk in. Ik heb er echt buik van en ik kan er wel van janken. Dat geloof ik wel. Nou, lekker dan, Jeffrey. En dan mag jij straks gezellig doen tegen je beste vriend. Nou, succes ermee. Rob en Leone zitten binnen amper een uurtje op hetzelfde niveau als de buren. Er is wel een vlammetje, maar echt ontbranden wil het niet. Jij zegt ook helemaal niks. Ja, je kijkt er toch naar? Ja, nou, dat gaat toch goed? Ja, maar... Nou, vind je dit goed? Ja. Kom op, lieve schat, dit is toch geen vuur?
Ach, ik vind het best ook. Wat zit ik hier allemaal te doen? Een beetje indruk te maken op jou. Lukt het? Lukt het? Dat lukt niet. Ik vind hem een heel mooi vuurtje, Rob. Oké, dankjewel. Ik vind het een prachtig vuur. Vind jou ook mooi. Dus heb je die home trainer gezien? Ja. Alsof je gewoon op een boomstam zit te fietsen. Ja. En wat vind je van die lampen? Ja, ook leuk. Maar van wat anders. Ja. Heb jij huisdieren? Nee. Geen huisdieren? Nee, nee. Hou je van dieren? Ja, ik vind het. Ja. Nou, ja? Van alles wat los en vast zit. Ja, dus, maar jij hebt wel huisdieren, of niet? Ja, ik heb nu weer een kat te gehad. Een poes of een kat? Een kat, ja. Oké, ja. Een kater. Nou ja, ik noem hem Snoezepoes. Dus het is een kater en hij heet Poes. Snoezepoes. Voor een homo-katertje dan waarschijnlijk. Loopt die zo? Sven weet niet hoe snel hij zijn vriend Jeffrey de deur uit moet werken. Zijn gesprek met Arletta heeft hem net het duwtje gegeven dat hij nodig had om Ilse eens flink de waarheid te zeggen. Ik zie een bloedmooie vrouw voor mijn neus zitten. Ja, dat is voor mij stap 1. Nou, en in de diepgang zit het voor mij ook heel erg goed. Ja, je bent anders dan mij, maar je bent ook op vlakken ben je hetzelfde als mij. En dat vind ik leuk. Ik kan zo makkelijk mezelf zijn bij jou. En je geeft mij een gevoel van veiligheid, een gevoel van ontspanning. Het is gewoon lekker om met jou samen te zijn. Ik zit er wellicht al wat verder in dan jou, dat weten we. Maar ik kan je wel zeggen, ik zal echt keihard voor je strijden om jou te laten voelen wat ik voel. Ja, ja, ik ga hem gelijk door zee. Ik ga hem niet verlengen, dat vind ik echt wel lastig tegenover jou. Ik merk gewoon dat mijn gevoel niet komt en er niet is. Weet je wel? En ik wil je ook niet met vragen laten zitten of zo. Maar ik vind het super gezellig met je. Je ziet er gewoon goed uit, weet je wel. Er is echt niks. Wat ik zeg, op papier zijn we gewoon echt wel een goede match. Alleen mijn gevoel, die kies ik niet. Ik kies daar niet voor of dat komt, ja of nee. En ik heb gezien dat je echt je best doet. En ik merk aan mezelf dat ik gewoon meer afstand weer wil creëren of zo. Is het misschien dat ik te veel toenadering heb gezocht? Dat ik te veel mijn best heb gedaan? Nee, ik vind echt serieus waar dat je echt je best hebt gedaan. Ik wil ook echt dat je weet dat het niet aan jou ligt. Want je hebt echt je best gedaan. Het doet me toch wel een beetje pijn, ga ik eerlijk zeggen. Ja, dat snap ik. Ik vind het ook echt niet leuk om dit tegen jou te zeggen of zo. Ja. Als dat is hoe jij het voelt, ik ken... Dus ik hoop dat je geen vragen hebt. Ik begrijp je. Oké. Nou, dan moet ik gelijk mijn spullen maar pakken. Ja. Vaarwel. Ja, tuurlijk. Hallo. Ik wil je wel echt heel erg bedanken voor deze ervaring. Ja, ik jou. Knuffel? Ja. Dat voelt echt heel leuk. En ik vind het ook echt tof dat ik je heb mogen leren kennen. Ja, het is jammer dat het niet meer werkt. Nee, weet je, ik vind dat ook gewoon heel jammer. Ja. Oké, dankjewel. Goeie reis naar huis. Doei. Doe voorzichtig. Ja, jij ook, hè. Dankjewel, hè. Yo. Doei. Tja, soms is het wel leuk, maar geen klik. En dat is wel wat Ilse zoekt. Ben jij de man die haar dat ene speciale gevoel kan geven? Geef je dan nu op. Het voelt u misschien niet zo, maar Sven heeft helemaal niks fout gedaan. Deze lieve schat kan iedere vrouw, behalve Ilse, gelukkig maken. Dus kom op, dames, geef je nu op. Deze wil je niet laten schieten. Oh god, ik ben je naam vergeten. Weet je wat erg is? Weet je wat echt erg is? Ik ben niet van jou kwijt. Oh, nou, gelukkig maar. Ik ben gelukkig niet van jou kwijt. Wat, sorry? Leone. Leone. Oh, Leone. Oké. Leone. Mama Leone. Leone, die ga ik niet vergeten. Nou, en jij dan? Rob was het. Oh ja, Rob. Een beetje proppen. Ik vind het zo leuk dat we zo dicht bij elkaar kunnen zijn. Ah, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik echt heel fijn. En dan sowieso ook nog eens een keertje dat het echt een blind date is. Nou, serieus, dat kan voor mij nu al niet meer kapot. Nee, ja.
Eerste kop is eraf. Ja, dat zeker, ja. Kom op, we gaan aan de... Prachtig. Aan de dinges. Waar zetten we zo'n mooi plekje? Nou, weet je, hij staat hier wel mooi, toch? Nou, of je wil er de hele dag naar kijken, ja, dan heb ik zoiets, dan kan je beter de hele dag naar mij kijken. Laat het even zo liggen. Nou, er wel rekening mee dat ik ben wel van het flirten, hoor. Oh, wacht even, ja. Ik ben wel van het flirten, ikke. Het chansen en zo, ja. Vijf voor je erop. Leon is zo te zien heel erg van het poetsen. En Robert heeft weer zo zijn eigen pleziertjes. Hij is 61 jaar en werkt niet alleen als schipper, hij woont ook op een boot. En dit is niet de eerste haven waar deze kapitein op zoek gaat naar de liefde. Ik was vroeger best wel een wildebras. Met 1000 vrouwen ben ik wel naar bed geweest. Ja, minstens. Dat is niet meer bij te houden. Ik heb zo'n lijst met meiden die zeggen, Rob, als je dat wil, bel me maar. Maar daar zit het niet in. Want daar gaat het niet om. Het gaat om liefde. Oh, lekker koud. Ik heb altijd goed bij de vrouwen gelegen, omdat ik gewoon heel open-minded ben ten eerste. Ik begrijp dingen. Ja, en dat maakt je gewoon wel geliefd, denk ik. En mijn laatste relatie met het Russische meisje, die heeft 4 jaar geduurd. Het is natuurlijk heerlijk om zo'n bloedmooie vrouw naast je te hebben lopen. En niet iedereen kan even mooi zijn. Maar ik wil wel, als ik dan toch ervoor ga, heb ik wel een bepaald idee hoe mijn toekomstige vrouw zou moeten zijn. Maar ik wil een mooie vrouw naast me hebben. Waar ik trots op kan zijn, want ze moet eigenlijk een kop eraf draaien langs lopen, weet je wel. Hoe ze eruit ziet ook natuurlijk, hè? Lichamelijk. Het is een mooie slanke vrouw, blond. En ze moet lief zijn, een poppetje, een chique baby. Ze hoeft geen 18 te zijn, hè? Daar gaat het niet om. Maar ook geen 70. Wat ik heb gemist in al die jaren dat ik alleen ben geweest, is niet de seks. Want dat is overal vindbaar. Maar wel een maatje om je heen, die ze af en toe een arm om je heen doet en zegt, jongen, hoe gaat het met je? Nou, dan heb je aan Lenne een hele goeie. Dan zal je ook je arm om haar heen moeten leggen. Want zodra deze 62-jarige dame het gevoel krijgt dat het niet alleen om haar draait, is ze zo weer vertrokken. Ik heb wel wat vriendjes gehad. En dat waren meer gewoon geen one-night stands. Het is wel altijd een langere periode geweest, maar nooit echt een serieuze relatie. Na alle waarschijnlijkheid komt het ook door de types waar ik op val. En tot nu toe is me dat altijd heel goed bevallen. En ik heb heel leuk gehad en heel veel plezier gehad. En ik denk dat ik nu weer aan de volgende fase in mijn leven toe ben om misschien iets standvastiger te hebben. Ik val toch wel op het beetje stoute type, denk ik. En met stout moet je niet denken aan hele grote criminelen, maar uiterlijk gezien misschien weer juist wel. Maar over het algemeen val ik wel op een beetje groot, breed en echt een vent, zeg maar. En dat, ja, dat vind ik toch wel leuk. Bijvoorbeeld een biker, hè, of een vrachtwagenchauffeur. Maar niet te sociaal, want ik heb natuurlijk ook in het verleden best wel mannen gehad die gewoon lekker vreemd gingen. En dus dat, daar zit ik ook niet op te wachten. Dus ik zoek eigenlijk een soort playboy met die het licht heeft gezien, net als ik. En die het nu ook leuk vindt om, ja, samen dingen te delen en ook een beetje die rust in zijn leven wil. Hallo? Hallo? Morgen. Robert slikt veel door, behalve zijn mening. Ik val op slank. Heel slank. Blond slank. Ja, je bent toch niet dik? Nee, maar je bent ook niet slank. Helemaal niet.